Dan gaat mijn presentatie over mijn oude stage, de Animal Outlet. Een nieuwe stage, met mijn co-op. En op school, en met Young People. Mijn project gaat over de Animal Outlet. De werktijd. Je begint soms vroeg om 10 uur. Tot 6 uur begin je. Wat moet ik dat doen? Ja, dieren voeren, hokken schoonmaken, klanten helpen, vloer vegen en een hele hoop andere dingen. Nou, wat doe ik op school? Nou, ik werk veel, ja, weinig in mijn boeken eigenlijk. Project doe ik ook. Keuzecursus, VTB en leerhoed. School, wat is VTB? VTB, vrije tijdbesteding. Ah, ga je het allemaal even uitleggen, Mimi? Zeg je? Ga je het uitleggen? Oké, okay, nee, het is goed, maar omdat je er zo snel doorheen gaat. Ja. En eventjes. Ik werk weinig in mijn boeken. Ik heb de afgelopen tijd veel aan mijn project gedaan. En ik ben ook bijna heel weinig in de klas, dus moet de tijd verdelen. Maar ik heb de afgelopen 3 maanden een keuzecursus gevolgd, koken en ICT. Wat vind je van de leerroute? Wel leuk, maar vermoeiend. Is het dat wat je wil gaan doen in je toekomst? Dit tijd? Dat weet ik nog niet helemaal. Toen was je ook aan het twijfelen volgens mij. Ja. Tussen consumptief en detail. Vorig jaar. Ja. Wat gaat er goed en wat is moeilijk voor je? In de middag geconcentreerd blijven aan mijn werk. Soms doe ik wel goed mee, maar 's middags dan. Beetje moe. Nou ja, geen zin meer. Gewoon een beetje kloten. Ja. En die tijd verdoen. Wat had kloten in? Hm? Wat had kloten in? Ik vraag het omdat ik het een beetje een naar woord vind. Wat ga je dan doen? Vertel eens wat je dan doet. Wat gebeurt er dan? Nou, ga ik veel praten of de meester wel eens voor de gek houden. Kun je nog wat vertellen over de wisseling van je stageadres? Hoe bedoel je? Nou, eigenlijk is Animal Outlet vrij plotseling gestopt. Daar hebben wij later een gesprek over gehad. Dat was een beetje een panieksituatie. En toen hebben we er een gesprek over gehad wat jij daarvoor rol in had en hoe we dat eigenlijk anders hadden moeten doen. Kun je dat terughalen en kun je dat even vertellen? Nou, ik weet niet meer precies wat ik heb gezegd of zo tegen jou toen in dat gesprek. Nee, maar de grote lijn. Ongeveer. Wat is niet zo handig geweest? Laat ik het dan zo vragen. Wat is niet zo handig geweest bij het vertrek van je eerste stageadres? Ja, toen of het leuk is en dat je later niet, wat dan toch niet leuk blijkt te zijn. Elke keer hele goede stagebeoordeling. Op alle vragen altijd, nee, het is heel leuk, het gaat heel goed. En toen was er in één keer van alles aan de hand. En was het bijna niet meer op te lossen met de stagebegeleider daar. Wat heb je daarvan geleerd, Monique? Wat moet je in deze nieuwe stage doen om dit te voorkomen? Zeggen dat ik het niet leuk vind als ik dingen niet leuk vind. Vragen stellen als het nodig is, als je dingen wil weten. Op school of bij de stagebegeleider van de co-op komen als er iets is wat je dwars zit. Hoe noemen we dit allemaal bij elkaar? Welk IOP-punt past hierbij met de dingen die je nu noemt? Die ik nu doe. Ja, die ik nu opgenoemd heb. Dus komen als er iets is, vragen als het nodig is, zeggen als je iets niet leuk vindt. Wat hoort daarbij voor IOP-punt? Ja, weet ik zo niet aan mijn hoofd. Nee. Je leren uiten. We zijn al heel lang bezig geweest met het uiten van gevoelens. Mm-hmm. Op de Acacia en op school. En dit is ook een stukje, en dat is best lastig omdat het nieuwe situaties zijn waarin je de mensen niet zo goed kent en waar je misschien niet zo veilig voelt als op school of als thuis.
Maar wat je echt waar je aandacht aan naartoe moet gaan. Hoe gaat het bij de koop? Goed. Heel leuk daar. Zijn er dingetjes die moeilijker zijn? Die minder goed gaan? Of vragen die je hebt? Eigenlijk niet. Nee, want maar andere hele... Die loopt de hele tijd met me mee. De hele dag met me mee. André? Ja, dat is de baas. Loopt de hele dag met jou mee? Ja, bijna de hele dag. Dan, hè. Niet met alles. Toen ik kwam was er geen André te zien bij jou? Nee. Toen moest ik vangen. Wat zeg je? Toen moest ik de chips opnemen. Ja. Dat is dan iets makkelijker met zuivel en met vlees en zo. Heb je het gevoel dat je begeleiding daar voldoende is? Vind je fijn? Is het, wat is het verschil met Animal Outlet? Nou, daar heb ik minder begeleiding. En dan moet ik, ja, dan ben je, zoek het maar uit. Als je vragen hebt, dan hoor ik het wel. Mm-hmm. Daar ga je ook eigenlijk iets voor doen, hè? Waar we het gisteren over hadden met die cursus. Maar dat ook aan je voor vertel. Ja, weerbaarheidstraining. Wow. Dat ga je doen, hè? Baksoes in Zeelandberg. Oké. En dan leert ze bijvoorbeeld dus ook dat soort dingen zich uit en dat leert ze daar ook heel erg. Ja. Oh, dan wil ik heel graag, als je daar wat van hebt, wil ik eens wel eens een keer meekijken. Als je rust krijg je de huiswerkopdracht van. Heb je een little detail, heb je zeg maar, gaat via de powerpresentatie nu gedaan? Maar heb je ook behandeld van... Je laat me de laatste tijd zeg maar wel eens opdrachten nakijken en dan geef ik je kritiek of aanwijzingen en dan laat je of dan zeg je wel eens van, ach, dat maakt me toch niks uit. En dan heb ik het idee dat je niet beter wil worden dan dat je nu doet. Snap je wat ik bedoel? En dat vind ik eigenlijk jammer en ik weet niet of dat behandeld is. Is dat besproken? Dat staat ook in mijn reflectie volgens mij. Als ik je nu, je doet nou iets en dan zeg ik van, nou, je kunt dat nog zo doen, je kunt dat nog verbeteren. En dan zeg ik, ja, nee, laat maar, het is goed zo, teken maar af. Ja, dan ben je er vanaf. En dat vind ik eigenlijk jammer, want je kunt nog veel beter dan dat je nu doet. En dat wil ik wel even gezegd is hier. Ja. Ben je het daarmee eens of heb je zoiets van kletsen ja. Verder en dus dat? Ja, dat is goed. Is dat de omgaan met kritiek? Dat kritiek niet altijd slecht bedoeld is, maar puur gewoon om je beter nog beter te maken dan dat je al bent? Ja, beter om je kritiek. Ja, maar vooral als jij zegt van, als ik jou de keuze geef van, ga ik nou nog verbeteren of moet ik hem aftoetsen? Dan zeg jij, teken maar af. Of zo toetsen maar af en dan is het dus eigenlijk onvoldoende. Dus eigenlijk, als je wil leren, dan zou je zeggen, maar nou, nee, dan ga ik het nog even anders maken. En dan geef jij mij het antwoord van, ach nee, dat maakt me niks uit. Teken maar af. Dat vind ik jammer bij jou.